Ja, wat ga je nou eigenlijk doen met zo'n nieuwjaar 2023? En de plannen die je had, zijn die al aan de wilgen? Nou, dat hoop ik wel. Want dan is het een goed moment om eens lekker bij jezelf te zijn, te observeren. En een van de dingen wat ik vaak hoor, mijn hoofd zit zo vol. En waar zit dat dan vol mee? En ik merk dat er dan vaak een soort van verwarring is tussen gedachten en het denken. En dat er vaak gedacht wordt dat als je heel veel gedachten hebt in je hoofd, dat je dan een denker bent. Maar dat is helemaal niet waar. Want wie ziet er nou eigenlijk dat er zoveel gedachten zijn? Die heb je. En je hebt een hoofd. En iets wat we hebben, kunnen we eenvoudigweg niet zijn. Dus we hebben een denken om het te gebruiken als we het nodig hebben. En we hebben een heleboel gedachten die vaak ook weer verbonden zijn met emoties en overtuigingen. En die ons eigenlijk heel erg in de weg zitten als we daar veel aandacht aan geven. Dus het is ja, een leuke opdracht, een leuke manier van kijken. Ja, waar zit mijn hoofd nou eigenlijk vol mee? Of misschien zit het helemaal niet vol, dat is heel gunstig. Want ja, we zouden steeds meer, vooral dit jaar, de komende jaren, verbinding moeten maken met ja, het hart, maar ook het zien. En dingen zien, dat komt allemaal weer heel ergens anders vandaan dan uit het hoofd. Dus dat hoofd, ja, met een korreltje zout nemen. En als je moet denken, omdat je een moeilijke opdracht hebt of iets moet doen, dan zet je je denken in. Maar hou het niet 24 uur aan. Heb je niks aan en is veel te vermoeiend.